weet dat jullie kwamen, maar ik ben nagekomen. Ik heb geen borstkop zo snel. We zijn ze hier met een camera en ik wist dat niet en dus mijn haar is gewoon vandaag nog niet eens gekamd. Is dat beter zo dan daarnet al? Een heel klein beetje. Oké, die is duidelijk. Zeg, Olly, zet jij straks voor mij boven een computer na de repetitie? Of je mocht hem hiernaast ook zetten? Dus wat we gaan doen, we gaan nu de repetitie doen. En dan doe ik een paar wijzigingen op de computer. En dan zou dat uiteindelijk moeten geprint geraken. Ik ben een Neandertaler wat computers betreft. Hè. Ik ga beginnen normaal. Ik vind dat zij de eerste twee moeten. Volgens mij gaat dat niet dat je dat alle drie doet. Wij gaan repeteren. Ja, vrouwke moet straks direct weg, dus wij moeten wel repeteren nu. Straks is het goedelen is te laat en zit dat publiek daar te wachten, maar wij mogen niet beginnen met de repetitie. En 3, 2, 1, we kunnen. Oh, allee, jammer, dat is zo erg dat je allemaal van mijn tijd al. Is dat nu terug een rechter, een linkeroor, dat ik mijn rechter moet vroegen? Nee, het is, ik heb het gewisseld. Weet je wat, wij beginnen al. Ja. Oké, zo is het goed. Ik ga boven met scenario uitwerken. Ik zie jullie straks. Die deur mag toe, dankjewel. Doei. Dus zie ik er dus uit als ik uit bed kom. Ja, ze heeft ook even tijd voor een glaasje champagne, terwijl de andere gasten toekomen. Daar zie je Roos van Akker al in de schminkstoel zitten. En ook Eddie Wally komt daar naartoe. Wat is dat? Flash Radiance. Maar zij helpen mij niet, jong. Maar jawel, zie ik het. Ja, maar jij bent ex-Miss België. Ja, wel die ex, dat is het juist waarom je zoiets nodig hebt. Oh, zou ik nog Miss België kunnen worden? Maar kun je van alles nog worden? Met een 1,54 meter en maat 44. Dat zijn jullie mooi. Goed, ik denk. Alles goed. Dat zijn jullie mooi. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Zie je, daar niks aan de hand. Niks aan de hand, he. Alles is voorbij. Maar dat is stil. Ja, iedereen zit op u te wachten. Ja, dat is backstage. Een uur te laat beginnen ze met de repetitie. En ik zei nog, ik ben straks geweest. Je hebben ze nu een scenario voor mij? Weet iemand, ligt dat daar? Toch nog lichte stress voor de opname. Ja. Ik ga de intro doen, hè. Als ik hier sta, hè, want jullie hebben nog iets anders te doen. Ja. En attentie voor opname. 5, 4, 3. Dit is Koelen.